Ja, stiekem kijk je wel naar boven natuurlijk. Maar kijk, we hebben gewoon prioriteiten. En als eerst willen we gewoon sowieso ons veilig spelen. Maar het is wel heel mooi als we in het linkerrijtje mee mogen doen. En als je in het linkerrijtje meedoet, dan kan je ook naar boven kijken. Zo simpel is het. En ik denk dat we ook kwaliteiten daarvoor hebben. Dus ja, stiekem kunnen we dat wel, denk ik. Ja, Diroy Duarte, je maakte twee. Je kan zelfs vandaag nog een hattrick maken met het stiftje. Ja, dat was de bedoeling, ja. Maar ik zeg eerlijk, benen waren al aardig vol. Dus dat stiftje dat kwam er niet helemaal uit. Maar ja, had zeker gekund. Daarvoor ook in de eerste helft ook een kans gehad. Dus vandaag kon ik wel zeker wel een hattrick maken, ja. Ja, je scoort tegen Emmen, je scoort er vandaag twee. Voel je dat je echt lekker in vorm bent? Ja, ik voel me wel lekker, dat sowieso. Ik voel me fit. Trainingen gaan ook lekker en dat het dan ook zo uit mag komen met goals, dat geeft het zeker wel een voldoening. Ja, ja, vertrouwen is belangrijk. Aan het begin van het jaar proefde ik wel een beetje dat dit wel jouw jaar moest gaan worden. Hè? Volgens mij was er zelfs belangstelling vanaf NAC. Je bent bij Sparta gebleven en je bent nu onomstreden basisspeler. Zo gek kan het lopen, hè? Ja, het kan zeker heel snel gaan en dat wist ik ook. Ik heb heel veel spelers meegemaakt die bijvoorbeeld van het ene moment naar het andere moment heel snel gaan. Dus ja, zeker. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf gehouden en ik weet wat mijn kwaliteiten zijn en ik weet dat ik het niveau van de Eredivisie aan kan. Dus dan ben ik gewoon door blijven gaan. Ja, en sowieso hebben jullie allemaal wel de rust bewaard. Hè? Zeker na die eerste serie wedstrijden was het denk ik toch lastig om toch dat vertrouwen te hebben dat jullie inderdaad in dat linker rijtje konden komen. Ja, tuurlijk. Wat ik net ook zei, mensen schreven ons al snel af. Maar ja, we hebben zeker veerkracht getoond en we kennen onze kwaliteiten. We weten wat voor team we hebben. En mentaal zijn we gewoon ijzersterk, dus niemand kan dat van ons afnemen. Het is echt nooit een wedstrijd geweest, hè? En dan te bedenken dat jullie hier heel lang niet hadden gewonnen in Tilburg. Maar ja, jullie hebben denk ik in het veld ook nooit gehad van deze gaan we verliezen. Nee, toen die 1-0 kwam, toen tenminste ik persoonlijk had al zoiets van nee, maar dit gaan we niet weggeven. We hadden niet echt heel veel gecreëerd. Tweede half, laatste kwartier. Maar ja, het is logisch. We gaan natuurlijk voor op de aanval. Maar nee, ik denk dat we vandaag gewoon ijzersterk waren en dat kon je ook gewoon zien. Hoe komt het dat het ineens zo marcheert? Hè? Ik bedoel, de laatste 5 wedstrijden 1 keer verloren bij PSV, waar ook zelfs meer in zat. Ja. Hoe komt dat ineens? Hoe komt dat? Ja, ik denk, je speelt natuurlijk ook tegen andere ploegen. Je speelt, kijk, we hebben gehad RKC, ADO, Emmen. Willem II nu. En dat zijn natuurlijk wel ploegen meer van ons niveau soort van. Dus dan kan je ook, dan kan je ook sneller met hun meten. Als je tegen een PSV of tegen een Ajax speelt, dan zie je dat die verschil toch wel groot kan zijn. Ondanks dat het eigenlijk niet echt zo was. Maar ik denk dat we gewoon een hele goede ploeg hebben. Mentaal ijzersterk. Plus in de counter zijn we ook ijzersterk. Dus dat denk ik gewoon een combinatie van. In die niet afgemaakte competitie vorig jaar werd aan het einde van die niet afgemaakte competitie zelfs gerept over play-offs Europees voetbal. We zijn nog heel verder van weg. Maar ik bedoel, als jullie linkerrijtje nu staan, is dat misschien wel een doel? Ja, stiekem kijk je wel naar boven natuurlijk. Maar kijk, we hebben gewoon prioriteiten. En als eerst willen we gewoon sowieso ons veilig spelen. Maar het is wel heel mooi als we in het linkerrijtje mee mogen doen. En als je in het linkerrijtje meedoet, dan kan je ook naar boven kijken. Zo simpel is het. En ik denk dat we ook kwaliteiten daarvoor hebben. Dus ja, stiekem kunnen we dat wel, denk ik.